Hi guys, leuk dat jullie kijken bij een nieuwe vlog. Vandaag hebben we een extra kindje erbij. Icy Spicy. Hey Icy Spicy. En Browning is ook hier. En morgen gaan de kindjes lekker wassen en knippen. Dan gaan jullie lekker wassen en knippen. Morgen worden jullie gedoucht, vieze rikken, jullie lopen over elkaar heen te plassen. Dus Davio zei tegen me toen wij weg waren dat Brownie op Icy zijn hoofd heeft geplast. Maatje. Dat kan natuurlijk alleen als jij oppast, hè? Ja. Maar Brownie. Zeg maar, op een fietspad heb je zo'n, hoe noem je dat? Zo'n tegel met gaatjes erin, toch? Waar het water in kan. Dus Brownie springt altijd eroverheen. Ja. Maar Icy viel gewoon erin met zijn voeten. Icy Spicy. Morgen gaan jullie een pot. Nou jongens. Brownie houdt op met grommen. Nou, jullie zouden denken dit is een zaklamp. Maar het is geen zaklamp. Nee. Het is een disco licht. Nice. Brownie, kijk dan. Kijk. Moet je niet zeggen wat rustig tegen je kijkers. Huh? Ga niet grappig doen. Zeg je wel rustig kijkers. De Vio, ga weg. Moet ik met die camera in jouw gezicht komen? Doei, tot de volgende vlog. Nou, goedemorgen jongens. 10 keer heen en weer gerend. Omdat ik mijn vlogcamera kwijt was. Maar ik heb 3 cadeautjes binnengekregen. En ik ben benieuwd wat erin zit. Very nice. Welke gaan we als eerst openmaken? Inamine Mutte. Deze is het zwaarst. Nou, het zijn allemaal dingetjes van Max Pro. De 25 mm krultang. En wat zit hierin? Ik ga even kijken. Oh, verkeerd opengemaakt. Hou het zo. Ja, nu is hij eruit gevallen. Oké, nog 1 keertje. Wauw. Nou guys, dit is vandaag mijn outfit of the day. Deze jas heb ik al best wel lang, alleen heb ik hem echt bijna nooit gedragen. En dat geldt trouwens ook voor deze schoenen, mijn Dolce & Gabbana schoenen. Want die sokken kan echt niet onderuit komen. En ik ga nu even naar de stad, omdat ik allemaal spulletjes moet halen voor mijn pakketjes. Ik heb ook honger, maar... Ja, we gaan op vakantie gaan. Alles is empty. Dus niks in de koelkast. Alleen een zielige potje aioli. Zoals Brownie heeft meer eten in de koelkast. Hey, ik zie pina colada. Nou, gaan we even sippen. Ik vind, ik heb dat wel verdiend hoor. Lekker pina colada naar achter gooien. Ik heb trouwens een black bananas uitgekregen. Shout naar jou, Marion. Oh, kik er gelijk in. Is wel echt lekker, man. Zo, die is ook op. Nou, we zitten in de auto. We gaan nu naar de hondenkapper. De beste oppassen. Ja, je ziet het, hè. Oh. Ik wil gewoon het beestje. Gaan we. Ik heb echt kapot veel honger, man. Oeh. Lekker. Kijk hoe
Ja, echt zielig. Hij heeft het ook benauwd, Piet. Zal ik bij jou de bird brownie? Nou, onze hondjes zijn klaar. We gaan nu onze baby's ophalen. Ze zijn gewassen en geknipt. Dus we gaan ze nu ophalen. Yes, girl. Yes, girl. En jij, ga kijken. Hey, brownie. Nieuwe school. Oeh. Frisse kat. Je ziet nog een beetje het witte poeder. Het is helemaal ingetrokken. Hij wordt heel erg. Ja, hoe kan dat nou dan? Ja, ze hebben het allemaal. Yo guys, we zijn net thuis. Praat is het helemaal los. Ik ben echt kapot. Ik ga echt nu meteen slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Ciao. Hey guys. Ik heb vandaag nog niet gevlogd. Omdat het best wel een beetje chaotisch was. Ik ben nu bezig met koken. Maar ja, ik ga dus nu even koken. Omdat mijn vriend honger heeft. En ja, dan moet je wel koken natuurlijk. Ik ga thuis. Mijn haar is ook, ziet er ook niet uit, maar vandaag is echt een beetje een gekke huis. Ik had echt kapot veel bestellingen voor kerst. En toen was mijn inkt op. En het duurde te lang voordat, voordat mijn inkt binnenkwam. Want je kon het alleen bestellen omdat alle winkels dicht zijn. Dus dacht ik, weet je, fuck it, ik ga gewoon even naar een andere winkel rijden. En toen, precies toen ik wegging, toen stond de bezorger voor de deur. Dus toen dacht ik echt, shit. Dus omdat de inkt op was, kon ik even een paar pakketjes niet uitprinten. Maar dus dat heb ik vandaag allemaal gedaan. En mijn leverancier had mijn eyeliner glue naar een verkeerd adres gestuurd. Dus nu moet ik haar verkeerde pakketje terugsturen. En dan krijg ik een nieuw pakketje over 2-3 dagen. Dus echt, het was echt een beetje chaos. Daarom had ik het niet gefilmd. Maar ja, nu ga ik dus lasagne maken. Sinds ik samen woon met mijn vriend ben ik echt een beetje chefkok geworden. Eerst kon ik echt alleen pasta maken, wat echt iedereen kan. Maar nu ben ik wel masterchef geworden. Ik ga die zo het eindresultaat laten zien. En als ik dan klaar ben, dan ga ik naar mijn verloren best friend, Nabil. Hij is ook echt goed bezig, man. Hij gaat lekker hard met zijn whitening strips. My team is winning. Yo guys, ik was helemaal vergeten de lasagne te filmen. Omdat sommige mensen echt super erg honger hadden. Dus had ik niet eens tijd om het te filmen. Ik ben nu onderweg met brownie, zoals jullie zien. Op mijn schouder. Onderweg naar Nabil. Oh jeetje. Kijk, je krijgt een boete als je met een telefoon in je hand zit. Maar is een vlogcamera het ook toegestaan? Die dingen geen. Nou, we zijn er. Hij zegt, waarom heb je die stinkende hond meegenomen? Ik vind de honden gewoon stinken, ouwe. Nee, maar hij is gisteren naar de hondenkapper gegaan. Hey, de eerste keer dat die hond ging blaffen was door mij, hè? Ja, jij hebt, jij hebt hem agressief gemaakt, ja, hè? Man. Ja, man. Hij opened some doors to hell. Ja, hij heeft echt die agressiviteit. Brownie houdt echt niet van je vibe of zo, hè? Stik je mijn vinger naar poep of zo? Doe nog eens, doe Jan. Ruik. Brownie, ophouden. Heb je gehoord? Ophouden, hè? Mag niet. Sinds wanneer bijt dit beest, man? Brownie. Je monster. Nou, dit zijn wel echt kantoor goals. Want Nabil heeft dit gewoon in zijn kantoor staan. Hey. Maar even serieus, als je hier langs loopt, wil je dan niet gewoon alles opeten? Ja, weet je wat lekker zijn? Even kijken, deze lollies. Deze zijn goeie. Oh, die haalde ik vroeger altijd. Kijk, deze, ik had deze laatst geprobeerd. Die smaken naar zeep. Die zijn niet lekker. Oh, die zien ook. Deze zien lekker uit. Halal snoepjes. Ja, die zijn sowieso lekker. Ik vind sowieso snoep echt vies als ik weet dat er gelatine in zit. Dus dan ja, varken gewoon. Ja, klopt. Wie doet je varken? Wie mijn varken? Nee. Maar alles wat hier ligt is ook halal, hè? Ja, staat ook. Katja is ook halal. Kijk, dit is zelfs halal. Hallo. Ken je dit nog van vroeger? Ja. Ik voel me echt boosje als het er in mijn mond spookt. Dit trouwens, dit had ik laatst gekocht. Dit is niet hallo.
Een volger van mij vertelde me dat hier ook iets in zit wat niet halal is, man. Maar dat wist ik niet. Dus, dat is jammer. Waarom niet? Oh, dat is één. Oh, deze is echt... Ik ben niet één! Deze is helemaal lekker, man. Die hond is bang voor mij. Jongens, het is heel erg koud deze dagen. Mm-hmm. Dus pak jezelf goed in. Want straks worden we ziek en dan denk je dat we corona hebben, terwijl we gewoon kou hebben gevat. Sorry, ik wil even al je snoepjes proeven. Je snoepheks. Ja, deze ziet er ook wel lekker uit. Ja, die is ook lekker. Nee, trouwens, je valt wel mee, vind ik. Eeuw. Deze smaakt naar... Nou, als je, je toch een pakketje openmaakt. Ja. Die rare, vieze geur. Ja. Deze ook lekker. En nee, hamkaas is niet haram. Jongens, het is 2021 bijna. Als je nog steeds denkt dat hamkaas ham is, dan ben je gewoon... Dan ben je gewoon stupido. Maar je had geen eten voor brownie. Zo egoïstisch. Brownie heeft genoeg gegeten, man. Hij is high class. Hij lust alleen high class food. Hij is wel echt moe volgens mij. Ja. Hij is altijd moe. Hij is altijd moe. Hij is gewoon lui, hè. Maar ze zeggen honden lijken op een baasje. That dog is beautiful. Wat wil je daarmee zeggen? Moet ik een scheet laten? Oké, daar komt ie. Oh, was een zachte ontgrip. Wat is met je pruik? Wacht, er komt nog één. Nog moet maken op je pruik, hoor. Ja, ik weet, hij zit lossig, hè. Oh, sorry, maar hij stinkt echt. Ruik je het? Sorry, maar ik voel me echt te comfortabel op internet, man. Ik moet echt minder scheet gaan halen. Wat doe jij? Ik ben echt vies. Ga je dit in je vlog laten? Ja. Oké, ik heb even snel gedoucht. Ik moet tanken, want mijn auto is weer helemaal... Het is het lowest point, zoals jullie hier kunnen zien. Dus ik kan nu even tanken. Ik heb ook lasagne meegenomen voor Femke. Ik was trouwens het eindresultaat helemaal vergeten te filmen voor jullie. Oh ja, dat had ik al gezegd. Maar, wow. Ja, dus ik heb even lasagne voor de meegenomen. Deze chickie die kookt nooit. Ze had alleen maar... ze bestelt eigenlijk alleen maar eten. Dus ja, dacht ik van ja, breng ik ook even een portie eten. Ik ga nu rijden. En dan zie ik jullie daar als ik daar ben. Nou, ik ben nu bij Femke. In de avond heb ik echt heel veel last. Heb ik echt een beetje rare pijn in mijn mond. En alle pijnstillers die we hebben gekregen zijn op. Dus nu moet ik waarschijnlijk gewoon doorgaan zonder pijnstillers. En ik heb echt wel last ervan. En als ik drink, dan voel ik echt die kou. Bij mijn kiezen, tegen mijn tanden. Maar goed. Ik ga morgenochtend weer filmen. Want ja, nu gaat er niks meer gebeuren. En ik ben ook echt kapot moe. Het is alweer 1:15. Dus doei iedereen. Doei. Doei, slaap lekker. Hey, deze dag ben je echt op die slow jams, hè? Slow jams. Alleen chickies doen dat als ze verliefd zijn of heartbroken, hè? Yeah. You look in love.
kunnen we die nog niet spoilen. Ademloos, want de kans is groot dat ik krijg wat ik wil van jou. Voel me, doe het nou. Ademloos, geef je nu maar bloot. We zijn trouwens onderweg naar Den Haag. We gaan Femke de gordels kleuren. Vet cool. Deze vlog is iets later online gekomen dan normaal, sorry guys, maar ik moet echt vooruit gaan werken. Kijk, dit is mijn favorite. Oké, okay, we gaan even doorspoelen naar het refrein. Nou jongens, we gaan tweede kerst vieren. Hey. Oké, dit is echt super ghetto, maar ik ben dus mijn mondkapje vergeten. Dus ik heb gewoon papier buiten gepakt en papier hier. Maar oh, je ziet ook echt die speeksel bij mijn mond, hè? Oké, maar wat gaan we nu doen? Want we hebben nu... We moeten even rustig gaan denken. Nou, we hebben allemaal dingen erin gegooid. Want we gaan natuurlijk toch gewoon wijntjes hebben. Ja, inderdaad. Hoe laat is het nu? Maar, oh ja, ik zou die salade ook maken. Oké, eerst die ding voor die salade. We moeten dat ook voor 8 uur hier uit zijn, want anders kunnen we geen wijntjes. Oh ja, maar het is nu 6 uur. Maar oké, we gaan nu kerst shoppen en... ja, dit is gewoon het einde van de vlog. Dus ja, bedankt voor het kijken en doe een duimpje omhoog. Is dit nu al het einde van de vlog? Ja, en morgen is weer een nieuwe, toch? Wat zou die... Oh ja, salade.